Ja, als we kijken zo naar de fietsenstalling, dan gaan er nog wel mensen via station Dordrecht-Zuid. Maar het is 18% minder geworden. En dat betekent dat het de snelste daler is van heel Nederland. En als we hier op het station kijken, dan zien we helemaal niemand. En dat is eigenlijk het beeld wat we de hele tijd zien als we hier een tijdje staan. Ga je vaak met dit station? Ja, heel vaak. Ik woon in Oudenbosch, maar ik zit in Dordrecht op school. Dus ik ga bijna elke dag met de trein. Nu gaan er steeds minder mensen met dit station weg. Heb jij enig idee hoe dat kan komen? Nee. Nou ja, misschien omdat er hier weinig treinen gaan, weinig in de omgeving te doen is. Dat mensen zeggen van nou, dan pak ik dezelfde trein wel vanaf Centraal. Nu heeft de NS becijferd dat hier 18% minder mensen opstappen. Het is de sterkste daler van heel Nederland qua passagiers. Heeft u enig idee hoe dat zou kunnen komen? Geen flauw idee. Dat wist ik niet eens dat het zo was. Maar merkt u het, dat het hier rustiger wordt? Eigenlijk kom ik hier sinds februari, dus niet zo lang. Ik weet alleen dat het op sommige momenten best wel druk is. Maar zoals nu is het eigenlijk vrij rustig. En iedere keer als ik naar huis ga rond 5 uur is het ook vrij rustig. Dus het is inderdaad gewoon opvallend dat het rustig is. Maar het is ook maar 1 halte van het centraal punt. Dus misschien ligt het ook gewoon daaraan. Dus ik weet het niet. Nee. Geen idee. Ik vertrek hier om 6 uur 's ochtends. En ik kom meestal om 3:30 aan. Dus. Maar het is ja, een vrij klein stationnetje. Dus ja. Maar merkt u dat het rustiger wordt hier? Het is hier altijd al rustig geweest. Het is sowieso... Ja, rustig. Ik denk dat misschien de bussen makkelijker zijn in deze regio. Nou, misschien door de ligging. Ik weet het niet.